Arigato. Bedankt Japan. Het land dat zich ondanks alles openstelde voor alle Olympische en Paralympische dromen. Gastvrij alles en iedereen verwelkomde. Adviseerde. Met een eeuwige lach. Hoffelijk en vriendelijk. Zorgend voor een keizerlijk onthaal. Ze maakten er het beste van. Wij maakten er het beste van. In schitterende stadions die helaas leeg moesten blijven. Samen maakten we elkaar sterker. Door te praten, door te kijken. Soms door gewoon te zijn. Meeleven en medeleven. Eén ploeg, één familie, één Team NL. Dit is hoe topsport eruit hoort te zien. Onze Paralympiërs gingen door waar de Olympiërs waren gebleven. Brachten de wereld in beweging. Lieten records sneuvelen. Schreven waanzinnige hoofdstukken in boeken waarin al veel tegenslagen werden overwonnen. De verhalen gaan verder, er zijn meer dan medailles. We willen de fakkel doorgeven, blijven inspireren, motiveren en aanmoedigen. Anderen laten geloven in sportieve dromen, ook als die nog heel ver weg lijken. Het zijn metaforen voor het leven. Want niet alles is maakbaar, maar je kan er wel het beste van maken. Beter dan dat kan het. Konden wij stralen, onszelf aan de wereld laten zien, konden excelleren op het allerhoogste podium. Dat is, zeker de huidige tijden, meer dan bijzonder. Daarom, arigato Japan. Bedankt voor de onvergetelijke zomer.